Het college van burgemeesters en wethouders wil meer geld voor het salaris van wethouders. Oud-wethouder en SP-fractievoorzitter Gerry Elfrink is het daar niet mee eens. Onze collega Herbert Vet vroeg hem na de raadsvergadering dinsdagavond waarom hij deze mening heeft. Wat er is gebeurd is dat 2 colleges geleden zijn er 6 wethouders gekomen in plaats van 5. En wij traden ook toe als SP tot het college, zeg maar. We hebben gezegd, nou, we vinden dat eigenlijk iedereen 80% moet krijgen, want dan stijgen de kosten niet. Nou, daar waren de anderen het ook mee eens. Ja, ik vond het een beetje een vervelend amendement, want toen dit college aantrad, toen deze leden van het college, moet ik zeggen, aantraden, kwam juist de heer Elfrink van de SP met een amendement om dat gat op te vullen, om dat gat te repareren. Mm-hmm. En toen heeft wethouder Leijsing bij zijn afscheid gezegd, nou, het college komt nog met een voorstel om dit gat op te vullen. Mm-hmm. En nou komt de SP, uitgerekend de heer Elfrink, komt nu met een amendement, die zegt van ja, maar dat gat moeten we helemaal niet opvullen. We moeten dat naar Arnhemse initiatieven toeschuiven. Maar wat hij erbij vergeet, is dat hij in een ander amendement wat hij ook indiende vanavond, dat hele budget al uitgenut had. Dus er bleef helemaal geen geld over voor die Arnhemse initiatieven die hij zo graag wil betalen van het loon van de wethouders. In het vorige college hebben mensen gezegd, ja, wij willen gewoon 100% verdienen. De SP-wethouders hebben gezegd, nee, wij willen niet een salarisstijging, een kostenstijging van de salaris. De SP-wethouders zijn op 80% gebleven. Mm-hmm. En dit college zegt, ja, we gaan gewoon met z'n allen 6, gaan we gewoon 100% gewoon pakken. En ja, mm-hmm. dat dan de kosten voor de samenleving met 60.000 euro per jaar toenemen, ja, mm-hmm. dat maakt ons niet uit. Mm-hmm. Ja, wij vinden dat niet uit te leggen, want ze hadden mm-hmm. ook kunnen zeggen, nou, we gaan allemaal 93% verdienen, dan zijn we er ook. Ik vind het lager goedkoop om te draaien als politiek partij. Als jij vindt dat er een goede begroting moet liggen, dat wethouders gewoon betaald moeten worden voor wat ze doen en dat cijfers moeten kloppen, dan dien je een amendement in bij een bedoeming als dat misdreigt te gaan. En nou, met een toezegging was dat dus niet nodig. Het is een beetje flauw en een beetje goedkoop om nu te zeggen van ja, maar die wethouders die moeten we niet meer betalen. Terwijl dat eerst wel het punt was van de SP, maar daar moeten we dan ergens anders op schuiven. Het is eigenlijk heel erg jammer dat die initiatieven wel een amendement voorbij zien komen, maar in zijn extra geld toebedeeld krijgen. Terwijl ik als politicus al van tevoren weet dat dat gewoon nooit gaat gebeuren. Want het geld was er helemaal niet. Wat was uw voorstel met deze motie? Nou, we hebben ook hiervan gezegd, nou, kijk eens naar hele mooie initiatieven. 60.000 euro is voor de begroting van de Arnhem op zichzelf niet heel veel geld, maar je kunt er ook hele mooie dingen mee doen. En we hebben 6 initiatieven genomen die heel belangrijk zijn voor Arnhem. Om die dan 10.000 euro per jaar te geven. Omeopvoer, Leuke Linden, de Voedselbank, dat soort instellingen. Maar wat zou je ervan vinden om dat soort initiatieven financieel te steunen? Ik vind wel dat deze initiatieven krijgen vaak nu al steun van de gemeente Arnhem. Als er nood is en als er aanvulling nodig is, dan valt er altijd over te praten. Maar we moeten ook met elkaar over een goed dekkingsvoorstel praten.